En iemand die natuurlijk veel beweegt, natuurlijk ook op internationaal vlak, is onze kampioen Stephanie Tjonasan. Bikini, fitness bikini kampioen Stephanie Tjonasan. Voor de heren die dat nog niet wisten. Maar... Ik weet het wel. Follow the best, maar ik ben er niet zo'n contest. Ja, maar ze gaan natuurlijk veel naar internationale meetmomenten. Hoe wordt het geregeld dat jij vaker buiten de grenzen Suriname vertegenwoordigt? Wordt het gedaan via de club waar je bent aangesloten? Ga je in je eigen zak of is het de Surinaamse Bodybuilding and Weightlifting Bond die inkomt voor de afvaardiging naar het buitenland om onder de Surinaamse vlag op een podium te staan? So, sowieso de SBWB, Surinaamse Bodybuilding and Weightlifting Bond. Ze komen in waar ze kunnen, zal ik gelijk zeggen. Maar het is altijd zo dat hun kas heel klein is. En het grootste deel komt uit onze eigen zak. De meeste atleten, de bodybuilding atleten, fysiek atleten, allemaal die onder de bodybuilding vallen, bodybuilding sport, tellen het grootste deel uit hun eigen zak. En zo heb ik het ook meegemaakt, vooral in het begin, de eerste keer dat ik uitgevaardigd werd naar Brazil, moest ik ook driekwart uit mijn eigen zak tellen. Okay. En dat was in 2016. Well, de SBWB is eigenlijk verantwoordelijk voor ons. Die sturen ons weg en waar ze kunnen komen ze in. Maar het kostenplaatje is dat wij persoonlijk sponsoring gaan opzoeken bij bepaalde bedrijven, instanties en zo. En de laatste tijden is dat heel laag. Ze hebben een heel laag pitje. Heb ik heel duidelijk, hè, voor wat vooral ons sportprogramma betreft. Moneyball, sport is business. Ja. Je gaat natuurlijk op stap moeten gaan om de nodige financiering. Ja, zoals Stephanie al aangaf, is de Bodybuilding en Weightlifting Bond niet bij het SOC aangesloten. Dit is ook het geval ten aanzien van de Thai Box Bond. Meneer Tjonasan, wat ziet u als voordelig ten aanzien van de aansluiting van een sportorganisatie bij het SOC? Wat is van belang? Waarom is het SOC zo belangrijk voor een sportorganisatie? De Olympische beweging is een beweging, sportbeweging apart. Het is in feite de grootste sportbeweging in de wereld. Ik heb het al eerder gezegd. Het Internationaal Olympisch Comité, de Olympische beweging, het Internationaal Olympisch Comité, dat zit aan de top. En het Internationaal Comité werkt met de internationale federaties. Misschien om het duidelijker te zijn, vergelijk het met nationaal, dat je dus een organisatie hebt die werkt met de zwembond, de volleybalbond enzovoort. Zo heb je dus de overkoepelende organisaties, daar werkt het IOC mee. Laten we zeggen de FIFA, de FINA enzovoort. En er wordt gewerkt aan het organiseren, vierjaarlijks, van het grootste sportevenement, multisport evenement, dat is de Olympische Spelen, absoluut het grootste evenement. Daaraan wordt gewerkt en er wordt gewerkt met de Olympische sporten. Er zijn sporten erbij die door het IOC erkend zijn, maar niet deel uitmaken van de Olympische Spelen. Bijvoorbeeld wat Suriname betreft noem ik schaken. De schaakbond is aangesloten bij het SOC, maar het schaken komt niet voor op het Olympisch programma. Maar ze hebben dus wel het voordeel van de aansluiting, dat komt vanwege de erkenning van de internationale schaakbond door de Olympische beweging. De andere sporten, andere takken van sport die niet binnen het Olympische vallen, die zijn helaas dus eigenlijk buiten het voordeel van de grote financiële. Want het is misschien moet ik het even zeggen, er werd gesproken over financiering. Wij als SOC, wij doen niks anders dan eigenlijk faciliteren. Het IOC zorgt ervoor dat met de winsten die gemaakt worden bij het grootste sportevenement en bij andere toernooien, maar in ieder geval de Olympische Spelen, en dat is heel veel, gaat om veel geld, vanwege dus de rechten, tv-rechten enzovoort, ja. Dat is de grote inkomstenbron. En het groot deel daarvan wordt geallockeerd naar een tak van het IOC, dat is Olympic Solidarity. En Olympic Solidarity zorgt ervoor dat er een distributie plaatsvindt van fondsen naar de verschillende NOC's. En dat zijn 205 NOC's in de wereld. Waarbij dus wij als SOC een beroep kunnen doen op het budget dat wordt geallockeerd naar de lidbonden.
naar de Nationale Olympische Comité's. Maar wij hebben zelf als SOC in feite geen budget, eigen budget. Alles wat we doen is, als de Surinamse zwembad behoefte heeft aan een coachesopleiding, aan het uitzenden van dingen, als zijn topsporters die misschien, zoals inderdaad bij de zwembond het geval is, Renzo Chanayu die wordt voorbereid om te participeren aan Tokio 2020. Dus is er een scholarship geregeld en zijn er faciliteiten om ervoor te zorgen dat de weg zo smooth mogelijk, ja, als het kan, naar onze omstandigheden, wordt afgelegd. Dat is dus in feite wat wij doen. We allokeren het geld zo goed mogelijk, maar dat allemaal vanuit initiatieven van de diverse lidbonden. Zij moeten zeggen, ik wil voor over 5 maanden, voor 3 weken hier een coach hebben, dan gaan we dus 30 coaches opleiden, die dan weer dit en die dan weer dat, noem maar op. En wij gaan erachteraan om het budget dat nodig is binnen te halen. We kunnen dat niet doen voor bonden die niet zijn aangesloten in het Olympisch, in die Olympische wereld, in het Nationaal Olympisch Comité. Dat is dus het probleem. Thaibox, bodybuilding en de weightlifting bond, die zullen op andere manieren aan fondsen moeten komen dan bij het Olympisch Comité. Ja? En daar zijn dus in feite de federaties voor. Maar zodat is er gesproken over de FINA, over een beroep doen. Ook daar is er dus, denk ik, binnen een bepaalde periode een bepaald budget beschikbaar en dan moet je een beroep erop doen. Je kan niet zomaar zeggen ik wil geld, maar je moet zeggen ik wil een systeem voor het bad, ik wil dat. En dan wordt het goedgekeurd en dan wordt het geallockeerd. Maar dat is dus in feite wat de Olympische sporten betreft het belangrijkste. Wij coördineren en we proberen het zo goed mogelijk te doen. En daarvoor zijn er heel strikte protocollen die gehanteerd moeten worden. Daarbuitenom is het echt moeilijk. Eerst het woord van de heer Chanafan. Hij heeft het over de faciliterende rol van het SOC in Suriname. In aansluiting hierop hebben we een prettig gesprek gehad met Angelo Simpson, die momenteel met een van zijn topsporters, Chevelle Ali, in Nederland vertoeft. We zitten nu in Almere, in Simpson in Nederland. Zoals je ziet, hier is Simpson, hij is daar erbij. Ik ben hier met Chevelle Ali. Ze vecht zaterdag de eerste profpartij. En ik ga straks een beetje uitleggen hoe we het allemaal voor elkaar gekregen hebben en wat het doel is van die trip. En Chevelle mag ook even zeggen hoe ze het ervaart hier voor de tweede keer trainen en vechten in Nederland. Ja, training is, zeg maar, goed. Alleen hoe het koud is, kilt het me een beetje, maar voor de rest is het wel, ja, goed. Andere ervaring dan in Suriname. Dus ik hoop dat Suriname een beetje mee kan supporten voor de fight zaterdag en natuurlijk de toekomstige carrière. Want ze vecht 29 juli ook in Bulgarije. Ja, de vraag naar mij was eigenlijk, hoe kreeg Simpson Gym het van elkaar en hoe groot is het belang om in het buitenland te competen? Nou, het is voor die atleten belangrijk om te competen. In principe waar je ook vecht maakt niet zozeer uit, maar we kiezen voor het buitenland omdat het niveau heel erg hoog ligt hier en er gewoon in Suriname te weinig competitie is, zeker voor de vechters die we produceren. Is het dus belangrijk dat we in het buitenland vechten. En ja, dat kost een heleboel geld. De trips zijn een deel van de kosten, maar het ontwikkelen van een atleet is ook enorm duur. Daar zitten eigenlijk de meeste kosten. Want ja, je hebt trainingskosten, je hebt natuurlijk voeding, je dieet moet afgestemd zijn op je voeding. Je hebt natuurlijk onderhoud van je lichaam, dus training, massages, fysiotherapie. Er zijn zoveel dingen die bij komen kijken, mental coaching. Dus het ontwikkelen van een atleet op zich is heel erg duur en competitie is het moment dat de atleet zich kan meten. Wij kiezen nu voor Nederland, omdat het niveau hoog ligt zoals ik al zei. We waren laatst ook al naar New York en hoe we het van elkaar kregen. We zijn sowieso heel erg creatief. We doen heel veel verschillende dingen, we onder andere deze shirts, Living Your Dream, hebben we ontworpen. Omdat de droom was dat we vanuit Suriname professionals zouden produceren en competen met de beste van de wereld. Red corner, Chevelle Ali! Real Belkiner!
The fifth sportsmanship of hardcore contest, the Beverly all the way from Suriname, South America, by day two, or Moonhead Leader, is a winning effort. Zo hebben we dus kunnen vernemen van Angelo Simpson als het dus gaat over het Thaibox gebeuren. En zoals we dus weten is onze eigen Chavala Lee gisteren, of althans zaterdag, in actie gekomen in Nederland. En een andere tak van sport dat natuurlijk ook toegevoegd is aan het geheel van Olympische Spelen is karate. En die introductie hebben wij dus in 2020. Ramatjon Afat, wat zal het Surinaamse Olympisch Comité doen voor de Surinaamse Karate Associatie als het dus gaat om voorbereiding richting de Olympische Spelen voor wat betreft karate? Eigenlijk niet meer dan alle andere sporten. Ik moet zeggen dus dat karate, met name de Surinaamse Karate Associatie, de SKA, inderdaad behoort tot een van de 17 leden van het Surinaamse Olympisch Comité. En dat is niet nu, dat is al jaren zo. Karate is dus, valt dus onder de, laten we zeggen, dus de takken van sport die erkend zijn, maar nog niet behoren tot het repertoire van de Olympische Spelen. Dat zal zo zijn in 2020, wanneer Japan de Olympische Spelen organiseert, hebben zij het recht om een sport te introduceren en dan wordt karate geïntroduceerd. Maar we zijn al jaren bezig met de Surinaamse Karate Associatie en als zodanig hebben wij, waar het kan natuurlijk, onze assistentie verleend. Maar karate is dus, wat dit jaar betreft, is zeer zeker deel van de delegaties die door het Surinaamse Olympisch Comité ondersteund en uitgezonden worden. Ik heb ze al eerder genoemd. Voor dit jaar zijn er dus drie belangrijke. De eerstvolgende is al over 4 weken ongeveer, dus ja. eind mei. Maar karate is een van de sporten. Dus na 2020 toe, een bijzondere aandacht voor karate, dat is dus niet het geval. We gaan zo breed mogelijk. In feite hebben we gefocust op de 8 solidarity. Olympische Solidarity Bursalen. En ik weet dus niet als ik het daarover moet hebben, maar dat is dus in feite een ander onderwerp waarbij gefocust is op dus onze top. Dat is dus wat betreft wielrennen, Chonefa, allemaal Chinese namen, Chonefa. Ja, alle de Chon. Maar in ieder geval, de zwemmers hebben een belangrijk deel. Ik zal de namen even niet noemen, maar we zijn dus bezig met 8 topatleten waarvan we denken dus dat 2020 die een goed moment is om zich te profileren en waarbij we hopen dus dat ze inderdaad met onze assistentie die top zouden kunnen bereiken waarop wij allemaal nog zitten te wachten na Anthony Nesty. Ja. Golden Boy. Ja, maar nogmaals, als je de sterkte van het veld kent, van de wereld, als je weet wat we bedoelen als we praten over de Olympische Spelen, dan moeten we kijken. Ja. Wat kan en wat niet kan, en toch wel heel realistisch zijn, niet waar voorzitter Klein. Ja. En welke stakken van sport zijn nog allemaal toegevoegd en moet het SOC daardoor meer mensen afvaardigen? Of is het karate? Afhankelijk van het evenement. Kijk, als ik praat over de Zuid-Amerikaanse spelen, dus de South American Games of de Ode Zuur, dat is dus de Spaanse afkorting, maar iedereen praat over de Ode Zuur, dan praat je over een toernooi waarbij er geen kwalificatie nodig is. Dat wil zeggen, de lidlanden, Zuid-Amerika, die kunnen dus aan de hand van een bepaald quotum x aantal atleten afvaardigen zonder dat er gevraagd wordt naar de kwalificatie, maar praten over dus de grotere spelen, de Centraal-Amerikaanse en Caribische kampioenschappen, de CACSO, die in Barranquilla, Colombia plaatsvinden, dat is dus 6 weken na de Ode Zuur. Ja. Dan praat je over de kwalificatie. Dat wil zeggen dus dat er tijden zijn voor de zwemmers die zouden willen participeren, er moet een kwalificatie gehaald worden. Voor ieder sport is er een protocol. En als je praat over de Youth Olympics, dat zijn eigenlijk dus de Olympische Spelen voor jeugdigen. Dit wordt voor de 3e keer gehouden. In welke periode, wanneer is dat? In oktober, in Argentinië, Buenos Aires. Dat is dus heel groot.
Daarvoor moet je absoluut kwalificeren. Waarvoor, waarop wij soms hopen, of meestal hopen, is dat als we niet mochten kwalificeren, dat je toch in aanmerking kan komen voor een wildcard. Dat is in feite een vrije plaats die toegewezen wordt vanwege een x-aantal prestaties die geleverd zijn door de individuen. Maar ik moet zeggen dus dat tot nu toe het altijd zo is geweest dat zwemmen er is als standaard participatie in al die toernooien, die Olympische toernooien en atletiek. En de rest, soms een judoka erbij, soms badminton erbij enzovoort. Ja. Bij de laatste hebben we zwemmen, atletiek, judo en ook nog badminton. Daar heb je het natuurlijk over een zorgenoptie. Ja. Precies, ja. Jonathan, zou fitness ook toegevoegd moeten worden als een Olympisch tak van sport? Het zou wel kunnen, want het is best wel een grote uitdaging. Omdat zo'n atleet niet alleen een paar maandjes bezig is met de voorbereiding of een bepaalde periode, maar het hele jaar door. De meeste atleten natuurlijk wel, maar bij de bodybuilding en weightlifting sport eigenlijk, dan er is geen off-periode of pauze. Je bent gewoon elk jaar bezig met je gezondheid, zowel de voorbereiding voor je sport. En in mijn geval, ik ben meestal bezig met de voorbereiding voor 2-3 wedstrijden per jaar. En in mijn off-season, en er is ook eigenlijk geen sprake meer van off-season, het is droog bulken. In die periode, dan ben je toch even hard bezig te trainen. Je let op je voeding, je let op je beweging, je gaat geen pauzes houden. Want het heeft, net als wat eerder gezegd werd, altijd te maken met je gezondheid. Als je een hele periode stopt ermee, dan gaat je lichaam achteruit, je wordt zwakker, je kan sneller ziek worden. Dus het is best wel een grote uitdaging om zo'n atleet in de Olympische sport te zetten. Ja. Ja. Hoe vaak ben je zelfs bezig in de gym? Zo, normaliter is het 5 tot 6 keer per week. 5 tot 6 keer per week? Ja, 5 tot 6 dagen. Niet meer dan 2 uurtjes, meestal anderhalf uur. Meestal anderhalf uurtje zo. Doe ik zo in training en weekend kan het soms morgens als het me lukt. En in mijn voorbereiding voor de wedstrijden is het zeker 10 keer per week. 4 ochtenden, 6 avonden en 1 rustdag.